Na jaren bouwen is begin juli het nieuwe Tivoli Vredenburg in Utrecht koninklijk geopend. Willem-Alexander was duidelijk onder de indruk. Maar voor hij door dat nieuwe muziekpaleis kon worden rondgeleid, moest elk detail van zijn bezoek worden nagelopen. De muzikanten en de medewerkers werkten keihard om alles perfect te krijgen. En met behulp van een stand-in voor de koning werden de laatste puntjes op de i gezet. Kijkt u naar de docu Tour Royaal, van repetitie tot uitvoering. Opende het totaal vernieuwde Tivoli Vredenburg zijn transparante deuren voor het publiek. Het totale project waarbij 5 zalen werden geïntegreerd in een verticale stad van steegjes, pleinen en zalen stond onder leiding van architecten Herman Hertzberger en Patrick Fransen. Herman Hertzberger ontwierp 35 jaar geleden ook de karakteristieke grote zaal die op organische wijze is opgenomen in het fonkelnieuwe Muziekpaleis van Utrecht. In de middag voor de grand opening loopt de organisatie nog 1 keer de Tour Royaal door het gebouw, waarbij de koning der Nederlanden een korte indruk krijgt van alle zalen in het gebouw. We gaan eerst even naar het oudere gedeelte. Het oude muziekcentrum Vredenburg zou je kunnen zeggen, ooit gebouwd door Herman Hertzberger. Ja. In 1979 geopend. En dit is de streep. Dat is misschien wel aardig om even te zien. Ik ben nu nog in het nieuwe deel en over de streep is het oude Vredenburg. Hier staat meneer Hertzberger, de bedenker van dit alles. Dag meneer Hertzberger. Meneer Hertzberger. Ja, aangenaam. Wat zeg je daar eigenlijk tegen de koning? Aangenaam, u mag alles zeggen. Marcus, bepaalt de koning dan zelf wanneer die gaat lopen of doet Frans dat? Nee, met Frans heb je afgesproken dat als de pers echt zit. Ja? Oh, dat is. Hoeveel minuten hebben we hier? Is dat? We hebben in totaal van aankomst tot hier 4 minuten. Dus het mag best een gesprekje zijn. Dus dat kan allemaal goed. En je krijgt van mij op een gegeven moment een seintje als de pers. Want ik zou ook toch wel graag willen vertellen. Ja, vertel het maar dat is eigenlijk, zou je dat moeten vertellen als je gezicht op die zaal hebt. Ja. Wat het een. Toch een wonder is, ik zal niet direct zeggen een godswonder, maar dat heet dan in de taal wel een godswonder, dat die zaal gespaard is, want voor hetzelfde geld was die ook neergegaan. Was die weg geweest, want er is dus het referendum geweest en we zijn heel democratisch, maar je weet nooit van tevoren hoe dat kan vallen. Ja, de enige stoel waar geen briefje op ligt, dat is natuurlijk. Dat is de stoel van de koning. Welkom. Blablabla. Heren architecten, gaat u even staan, zeg ik nog halverwege, want dan komt er een spotje op. Binnen een aantal uur verwacht de organisatie 1300 gasten die hun weg moeten vinden in het oude en nieuwe Tivoli Vredenburg. De spanning voor het grote uur U neemt met de minuut toe. C, rij 4, stoel 6. Dat is daar, hè? Ja, daar. Ik zit dus met de architecten in de zaal te proefdraaien, maar moet ik nou wachten tot er een soort cortège binnenkomt of niet? Vandaag is de officiële opening door Zijne Majesteit de Koning. We liggen op schema, daar liggen zeker op schema. Ja? Ja. Elk detail van de officiële opening wordt gerepeteerd. En er mag vandaag niets misgaan. De inhoud van het theaterprogramma moet naadloos worden afgestemd met de techniek in de 5 zalen. Zijn we er allemaal bij? Ja. Niet op de knop drukken. Zijn we er allemaal bij? Ja. Is het bijzonder wat met zo'n grote groep architecten te doen? Dat was heel erg leuk om te doen. Ja. En ik denk ook heel erg van de huidige tijd om vooral dingen samen te willen doen. Ja. En niet als architect alleen alles te bepalen, maar dat met elkaar te doen en ook met de gebruikers, met de artiesten zelfs. Voordat u opstapt, wil ik u graag even wijzen op een kunstwerk, wat hier is aangebracht, door Job Koelewijn. De banden zijn helemaal gevuld, zou ik bijna zeggen, met muzikanten die ooit in Utrecht gespeeld hebben.
En helaas overleden zijn inmiddels. En de kunstenaar heeft echt bedacht dat, nou ja, dat gaat maar door, die beweging. En ze komen elkaar tegen, want op de banden naar beneden staan natuurlijk weer andere namen van andere muzikanten. En er komt als ze weer niet overlijden, komt er een naam bij. Dat, er kunnen er nog een paar bij, zoals u ook ziet. In die zin is het een levend project. Ja. Ondertussen is ook de repetitie van het Radio Philharmonisch Orkest begonnen. En klinkt de zaal hernieuwd als in vervlogen dagen. Ja, het is echt één groot feest eigenlijk. Dus je voelt dat het gebouw vraagt om feest. Het gebouw vraagt om te improviseren. Het gebouw vraagt om allerlei aanleidingen. Het gebouw vraagt eigenlijk om veroverd te worden. Eigenlijk gewoon dat iedereen ermee gaat doen waarvan hij denkt dat het in het belang is van de vernieuwing van muziek, of het hergebruiken van muziek, of het interpreteren van muziek, of en elkaar te ontmoeten en gewoon plezier en het goed te hebben. Zo, kijk eens, weer een vleugel. Ik heb even niet opgelet, geloof ik. We gaan meteen naar het zien. De Kamermuziekzaal is ontworpen door de architecten Patrick Fransen en Herman Hertzberger en kreeg de naam Hertz. De naam verwijst naar de eenheid van de frequentie van geluid, het aantal trillingen per seconde. Maar ik vind het wel goed dat ze dicht staan als je binnenkomt. Ja, maar dan mogen jullie het zo. Leuk om op een bepaald moment daar iets over te vertellen. Ja. En het dan open te zetten. Kijk eens, de doorkijk meteen weer de andere kant van de stad. Het is wel leuk als jullie dat met z'n oude tweeën WXC. Zo, ja, en verzoek van de. Ik zit allemaal helemaal open, dus het is helemaal open. Maar niet. Terwijl Nino Kvetadze en Remy van Kesteren hun muziek repeteren, geeft de organisatie van de Tour Royale haar laatste aanwijzingen aan de mensen van de theatertechniek. Veel minder stoeltjes moeten staan dan het zelf te groot is. Ja, maar als je er dus drie neerzet, is dat alleen voor de koning. Nee, maar zes. Ja. Er moet ook echt wel meer licht in de zaal, want het is echt een. Ja, zo ziet het er niet uit. Het is sowieso al een beetje raar dat ze met hun rug naar de zaal spelen, maar dat is blijkbaar ook voor de kamer. Zo zal het hier nooit opgesteld staan. En ook de opgang was een beetje erg donker. Zo, ja. Hè? Ja. Dat was allemaal erg donker. Wie, schrijf jij dat even mee, dat we graag wat meer licht hebben in de zaal? Zodat het er wat sfeervoller uitziet dan het nu is. Ja, we zijn pas halverwege. Ja, en, dus, ik vind het nu al mooi, kun je nagaan. Zesde etage zijn we. Zesde etage. Hoe hoog zijn we nu boven? 26 meter. Hier is het 26 en het dak is op? 45. 45 meter, ja. Dat is hoog. Maar heb je nog, op deze hoogte heb je nog net contact met de stad. Als we straks boven zijn, dan zullen we zien. De opdracht was, ik werkte voor de Stichting Jazz Utrecht. Die wilde een eigen jazzzaal maken en die wilde met ontvangst een goede improvisatieruimte, ook een workshopruimte. En die zou een eigen ingang zeg maar, in dit gebouw hebben en dan kan je het uiteindelijk ook weer verbinden aan de anderen. Dus ik heb echt een jazzmachine ontworpen. Een plek waar allerlei soorten jazz van heel eenvoudig tot en met heel gecompliceerd akoestisch ook goed kunnen werken. En dat de mensen daar dicht op zitten. Dat was echt het onderdeel. Dat de menselijke maat en dat die mensen daar lekker goed dicht kunnen zien wat die muzikanten aan het doen zijn. En het natuurlijk ook goed kunnen horen. Dat je na afloop erover na kan praten in een eigen foyer. En dat er een goede workshopruimte is. Waar muzikanten, andere muzikanten of beginnende muzikanten kunnen leren. Hoe je goed kan improviseren en kan spelen. Dus het zijn eigenlijk drie zaaltjes in dit fantastische grote gebouw. Wat we helemaal zelf hebben doorgewerkt. Alle werktekeningen gemaakt. Alles uitgezocht. Tot en met de akoestiek, tot en met de brandveiligheid enzovoort. En dat weer in een gebouw van een andere architect getekend. Waar je de hele tijd goed mee hebt overlegd. Dat is natuurlijk krankzinnig dat je eigenlijk een auto in een auto bouwt. Kan je je voorstellen? En dat die ook al gaat rijden.
Misschien met wat beginnersproblemen, maar ja, dat hoort ook een beetje bij improviseren. Dus het gebouw is echt van de mensen van Utrecht en vele ringen daarbuiten. Die moeten het. En dat is ontzettend leuk dat ze dat zijn gaan accepteren. Dat ze eigenlijk vanaf het allereerste moment dachten van, dit is een kans voor ons. Hier voelen wij ineens dat we een wereldstad zijn. Daar kunnen we wereldmuziek maken, daar kunnen we allerlei genres kunnen daar toelaten. Dus dat is een boost van je welste voor onze samenleving. Ja, daar zal ik op letten. De Pandora. De crossoverzaal. Weer een aparte biotoop. Net als al andere zalen met een eigen garderobe, eigen toiletten, eigen foyer. En deze is ontworpen door Pieter Barnberg. In het hele gebouw staan vleugels opgesteld die de Tour Royale hun eigen klank en kleur meegeven. Maar in de Pandora staat de muziek op stevig. Daar ontmoeten we architect Pieter Bannenberg, die ons meeneemt in de muzikale wereld van de Pandora-zaal. Jij mag hem dwingend meenemen. Want op een gegeven moment gaan we de ramen sluiten. Oké. En dan gaat het vooral even over de muziek en, en over de kwaliteit. Dan ben je eigenlijk uitgepraat. Qua zeker, wat helemaal niet. Ja. Dat is goed om te weten. Wat is de capaciteit van deze zaal? Ja, 600 man. En dan moeten ze allemaal dansen. Ja, dan moeten ze allemaal dansen. Ja. Zeker. Je kunt ook loopjes maken, en dat is wat ik u graag wil laten zien, want dat is heel erg handig. Dan zou ik de eerste beat, het begin, zou kunnen loopen. Dan heb je eigenlijk een nieuwe beat, kale beat van het begin gemaakt, en dan zetten we deze plaat op die ik had aanstaan toen u binnenkwam. En dan kun je dit hier overheen gooien. En op die manier maak je eigenlijk je eigen overgang. Ja. En als u wil, kunt u zelf even uw ritmegevoel testen door te proberen om hem op de maat in te starten. Het is een alle dertig. Ja. Ja, die was goed. Die was goed. Eén kleine tip die ik nog heb is dat alle dance verloopt via een vierkwartsmaat. Dus het is eigenlijk. In de centrale foyer hangt een video-installatie met een werk van kunstenaar Arnoud Mick. Het kunstwerk is geïnspireerd op het muziekstuk 433 van John Cage, waarmee ook de stilte zijn plek heeft gevonden in het theatrale gebouw in de binnenstad. Ja, ik ga u voor. Frans gaat altijd voor, in dit geval loopt Joop Koenen uit deze zij, hè? Ja. Ja. De popzaal. En terwijl binnen de generale repetitie bijna is afgelopen, bereiden alle medewerkers zich voor om de gasten op feestelijke wijze te ontvangen.
om u allen welkom te heten in het nieuwe Tivoli Vredenburg. In het bijzonder, uw majesteit. In de tijd dat u nog maar net van de lagere school ging, was uw moeder al hier voor de opening van muziekcentrum Vredenburg. Nu, bijna 35 jaar later, bent u gekomen om wederom een openingshandeling te verrichten. Ditmaal niet voor een muziekcentrum, maar voor een muziekpaleis. We zijn hier achter hoog, hè? Zeven pas. Ja. En ik zeg, open
de prachtige muziek van de Sien verlaat zijn koninklijke hoogheid koning Willem-Alexander het muziekpaleis en heeft Utrecht zijn muziektempel terug in het kloppend hart van de binnenstad. Een heel groot applaus voor Telau.